Een wereld van vriendschap en magische verhalen. Crybabies. Agatha, een heks in de problemen. Je bent het pisduister van de wereld. Hoi, Remy. Wow, wat een mooi kostuum. Dank je. Het is perfect voor de meest mysterieuze nacht van het jaar. De nacht van de baby-etende heksen. Een heks? Heksen? Maar die bestaan toch niet? Het is toch gewoon een feestje? Een feestje met zeer gevaarlijke heksen. Die baby's in muizen veranderen en opeten. Hey, het was maar een grapje. Kom terug. Hey, Dreamy, ben je klaar voor Halloween? Oh, ja, zeker wel. Crybabies, Crybabies Magic Tears. The world of friendship. Nee, niet omhoog. Stop. Oh. Langzaam. Hou je vast. Oeps, sorry. Ah, mijn hoofd. Wat? Zie je soms voor het eerst een pratende kat? Jij bent het maar, Stormy. Oké, we gaan door met de training. Oké, we gaan door. Ah, waarom gaan we niet omhoog? De bezem, hij verloor zijn krachten. Ik ben de slechtste heks ter wereld. Misschien omdat de niet-magische baby ons heeft gezien. En dat mag nooit gebeuren volgens de heksenhandleiding. Weet ik. En daarom werkt de betovering denk ik niet meer. Maar waarom gebruik je niet gewoon een nieuwe spreuk op de bezem? Dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk, maar welke dan? Met deze wordt hij groter? Nee. Verander in een kikker? Nee. Deze, vlieg hoog. En wat ik nodig heb, vind ik in het bos. Een mierentraan, 1000-poot schoenen. Ah, een hond! Wat is er, Spot? Huh? Wauw, wat heb jij een cool heksenkostuum? Dus als ik in de buurt ben van niet-magische baby's, verlies ik toch niet mijn krachten. Ja, het is een kostuum. Ik ben Agatha, een gewone, normale baby. Ik ben Dottie, en wat ben je aan het doen? Normale baby-dingen, niet iets magisch. Ah, het is een recept, wat maak je? Een taart, alleen mis ik nog wat dingen. Wil je me helpen? Natuurlijk, lijkt me leuk. Kom op, er is helemaal niks aan de... Wat is dit? Als dit een grap is, vind ik het niet grappig. Ja, monsterlijk lekker. Huh? Wacht eens even. Deze bezem is niet van mij. Auw. Oeps, sorry. Hij is van een echte heks. Kijk, deze bezem is van een heks. En hij vloog en de kat kon praten. Heksen bestaan helemaal niet. Jawel, wacht maar. Koekoek. Kijk, hier. Dank je. Nee. Hé, kijk. Dat komt vast door die heks. Ja, dat zal wel. Kom mee, we gaan er naartoe. Ze wil dat Dottie in haar ketel gaat om haar op te eten. We moeten haar helpen. Kom op, heksen bestaan niet. Kijk zelf maar. De ketel is zo warm dat het lijkt op een warm bad. Vind je ook niet, Dottie? Heksen bestaan wel. Ik zei het toch, we moeten Dottie redden. Als we allemaal tegelijk rennen, is ze misschien bang. Je mag Dottie niet opeten. Oh, wacht. Wij heksen eten heus geen baby's. Maar zijn heksen niet gevaarlijk dan? Alsjeblieft, help ons. Alles is mijn schuld. Ik ben de slechtste heks van de wereld. Nou, misschien niet de slechtste. En wat doet het nog? Je bent nog aan het leren. Ik weet zeker dat het spreukenboek het antwoord heeft. Vertrouw jezelf. Je hebt gelijk. Hier staat het. De onkeerbare spreuk. Dat is het. Tovenaar van tijd, u komt van pas. En laat alles weer zijn zoals het was. Het is me gelukt. Ja! Ja! Wat een dag. Blijkbaar had Koni toch gelijk. Heksen bestaan wel. En ze zijn goed. Nou ja, ik moet nog veel leren. Onzin. Jij kunt iets laten bewegen met de vingerknip. En spreuken ook weer omkeren. En vliegen op een bezem. Maar het meest magische van vandaag was nieuwe vrienden maken. Bedankt voor jullie vertrouwen in mij. Magic Tears! Tot ziens.
Wauw! Nu is dit echt een heksenfeestje! Een wereld van vriendschap en magische verhalen. Crybabies. Storyland. Martin en het mysterie van de gekke laarsje. Goedemorgen, Scarlett. Goedemorgen, Martin. Huh? Een sok? Deze moet van u zijn, mevrouw. Inderdaad. Bedankt, Martin. Geen dank, Scarlett. Ik ben echt goed in mijn vrienden helpen. Vind je ook niet, Mouse? Huh? Geen zorgen, Bowie. Wacht. Yes! Graag gedaan. Oh nee, de ladder wiebelt. Ik kom al. Ha. Huh? Dank je, Martin. Oh, geen dank hoor. Ik ben een echte held. Dat was een mooie dag, Mouse. Ik help mijn vrienden graag, maar het is ook vermoeiend. Tijd om te eten. Even opladen. Oké, Maus, jij mag ook. Ik hou van kaas. Kom op, Maus, we gaan naar bed. Goedemorgen. Mijn cape, mijn hoed, mijn zwaard, mijn heldenbadge en mijn... Oh, waar zijn mijn laarzen? Ah, mijn laarzen! Je krijgt me toch niet. Je kan mij toch niet pakken. Oef, ik ben moe. Het ruikt hier lekker naar kaas, zeg. Oh, die lekkere geur komt uit Storyland. Babies! Er was eens heel lang geleden een held in de stad die zijn laarsje niet meer onder controle had. Huh? Kijk daar! Die laarzen bewegen! Ik maak een foto. Dan zien we ze beter. Onmogelijk. Ze zijn te snel. Huh? Het spijt me, maar ik begrijp je niet. Hij zegt dat dit een ramp is. Ik ben Martin de Held en er is iets mis met mijn laarzen. Zijn ze betoverd? Wat het ook is, er is iets mis. Maar ik weet niks over betoveringen en zonder mijn laarzen kan ik niet werken. Willen jullie mij helpen? Toe? Natuurlijk. Achter de laarzen aan. Voorzichtig, ze kunnen ineens opduiken. Hey, daar zijn ze, die kant op. Ik heb ze! Ha, go! Nee, nee, nee! Ze gaan elk hun eigen weg. Zo vangen we ze nooit. Oh, jawel. We vormen twee teams. Kijk maar. Dottie, Koni, Lady en Jenna. Jullie pakken de rechter. En de rest, met mij, pakt de linker. Kom op! Ja! Yeah! Zien jullie al iets? Ik zie niks. Ik ook niet. Geen geluk. Laten we gaan! Oh, we zitten in de knoop. Toevallig heb ik zo'n honger. Kijk uit, Lady! Zo snel! Help me! Waar is mijn kaas? Maar wat gebeurde er? Hier, heb je het antwoord. Oh, wat schattig. Dat zijn twee meisjes. Maar hoe zijn ze daar terechtgekomen? Dat komt door mijn favoriete eten. Er is denk ik wat kaas gevallen in mijn laarzen en de meisjes zijn erop afgekomen. Dat is niet gek. Die kaas is verrukkelijk. Ik snap het. Soms zijn dingen gewoon niet wat ze lijken. En elk mysterie heeft wel een uitleg. En jullie hebben mij geholpen om mijn laarzen terug te krijgen. Ja! Yeah!
Dank je, baby's. Zonder jullie was het me niet gelukt. Storyland werd gedicteerd. En zo is het sprookje van Martin en zijn laarsje voorbij. Hij heeft het mysterie opgelost en is gelukkig weer blij. Wat is er, lady? Gaat het wel goed? Weet je wat ik mis? Die verrukkelijke kaas. En de verborgen vuurvliegjes. We moeten meer cryjuice maken, want vandaag verwachten we veel gasten. Kom op, baby's. Jullie doen het geweldig. Een mooie dag voor een bezoek aan Tutti Frutti Eiland. Kijk nou. De lucht is niet meer blauw. Oh, wacht. Deze babyschaduw lijkt te willen spelen en gauw. Laat me met rust. Hey. Oh, dat vind ik makkelijk. Storyland heeft een probleem. Laten we gaan kijken en wel meteen. We maken ons klaar en gaan. Er was dus lang geleden een baby die ging 's nachts vaak op pad, maar overdag liever binnen zat. Dat is een nieuwe weg. Waar zal die heen gaan? Nee, nee en nee. Ik zei net ook al nee. Welke baby is er zo boos? Daar komen we maar op één manier achter. Ik wil nu niet naar buiten. Als jij wilt, ga maar. Tegen wie praat hij? Hij is Peter en ik ben zijn schaduw. Zijn schaduw? Ik ben moe. Laat me toch slapen. Nou, als je 's nachts niet de hele nacht weg zou zijn, dan ben je overdag ook niet zo moe. Ik ben niet de hele nacht weg, maar ik ga gewoon... Overal naartoe zonder mij. Want ik verdwijn als het donker wordt. Natuurlijk, want zonder licht is er geen schaduw. Waarom maken we geen plezier deze keer? Die hebben samen dan echt geen problemen meer. Ik hou van vliegen. Ik ook. Kom op, ik daag je uit. Nou, misschien op een later moment, want nu ben ik... Zo moe. Zie je? Het is duidelijk dat Peter 's nachts weggaat, omdat hij niet bij mij wil zijn. Nee, dat is het niet. Ik ga 's nachts gewoon... Het maakt ook niet uit. Laat maar. Ik moet nu echt gaan slapen. Waarom vertelt hij niet wat hij 's nachts doet? We moeten weten wat Peter 's nachts doet. Anders komt deze ruzie niet meer goed. Stil, anders horen ze ons. Pas op, je staat op mijn voet. Auw! Verrassing! Hoi, Peter. Wat leuk. Ik ben dol op verrassingen. Komen jullie mij helpen? Ja, we bespioneerden je niet, hoor. Oh. Wauw! Een klein lichtje. Dit vuurvliegje voelt zich vrij, maar het lijkt nu alleen niet zo blij. Nee, ze is haar vriendjes kwijt. En we hebben elke nacht al gezocht, maar ze kunnen op zoveel plekken zijn. Het is onmogelijk. En elke nacht verliest ze wat meer licht. Wij helpen je. Maar ik snap eigenlijk niet waarom je ons niet eerder om hulp hebt gevraagd. Ik ook niet. Ik dacht dat het in mijn eentje wel zou lukken. Maar ze is al bijna haar licht kwijt. Oh nee, je ziet er bijna niet meer. Wat een coole fluit! Muziek geeft de vliegjes licht. Laat ze spelen, want door hun licht kunnen we ze beter zien. En we zijn met veel meer om te zoeken. Ja! Zoek het licht, zoek met elkaar. En deze keer zijn we veel met velen. Zoek overal, er is heus geen gevaar. Ze zijn zo schattig en ze willen spelen. Die kleine lichtjes vliegen heen en weer. Ze zijn zo snel als ze gaan op en neer. Spelletjes, dan zie je ze niet. Maar dansen graag, ze zijn tof in lied. En stralen tot je ze weer ziet. Ze stralen tot je ze weer ziet. Oh, ik kan niet meer wakker blijven. We vinden ze wel. Wacht maar. Ah, kijk daar, snel. Wow. Oh, dat kietelt. Hé, wat doe ik hier? Het is nacht. Ik heb ze eindelijk gevonden. Daarom was
was ik 's nachts steeds weg. Ik moest haar vriendjes zoeken en ze weer samenbrengen. Maar waarom zei je dat dan niet eerder? Ik had je kunnen helpen. Ik ken Storyland veel beter dan jij. Denk je? Pak aan. Ik zie dat je hebt geoefend. Kom op, ik hoop dat jullie beiden winnen. Dank je wel. De volgende keer vraag ik eerder om hulp. En ik zal wat beter naar Peter luisteren. Samen gaat het beter, maar dat weet je nu wel, Peter. Bedankt, baby's. En zo waren de vuurvliegjes weer terecht deze keer. En Peter en zijn schaduw hadden geen ruzie meer. Waar waren jullie? Jullie zijn laat, hè? Kom op, schaduw. Ik daag je uit. Ah, maar ik ben nog een beetje moe. Nu ben ik degene die wat meer slaap nodig heeft. Wat een neus! Het is onmogelijk om in slaap te vallen met die krekel. Ik zal er eens iets van zeggen. Meneer de krekel, ik wil graag slapen. Ik moet nog groeien, snap je dat? Hoi, koning. Wat is er? Kunnen jullie ook niet slapen? Dat stomme krekelgeluid gaat maar niet uit mijn hoofd. Waar komt dat geluid vandaan? We hebben die krekel toch niks misdaan? Volgens mij komt het geluid uit het boek. Er is iets aan de hand in Storyland. Ik ben zo slaperig. Er was eens lang geleden een baby die alleen maar liegen kon, waardoor het groeien van zijn neus begon. Hey, kijk! We moeten die kant op. Ongelooflijk. We gaan weg. Ja, het is altijd hetzelfde. Hey, niet weggaan, baby's. Ik weet niet waar mijn pop is. Ja, het zal wel. Als ik hem vind, speel ik een poppenspel. Dat beloof ik. Dit wil je horen. Zijn neus groeit helemaal naar voren. Ja, dat klopt. Dat gebeurt de hele tijd. Is het niet cool? Kijk, hij zei dat hij zijn pop kwijt was. Maar hij heeft hem toch gewoon vast. Inderdaad. Eens zien. Hoe heet jij? Ik heet Pinocchio. Pinocchio, je hebt je pop achter je rug. Oh, daar is hij. Dat had ik helemaal niet door. Ik ben zo vergeetachtig. Wat vreemd. Zijn neus groeit steeds verder. Nu dat je je pop hebt gevonden, kan je poppenspel beginnen. Ja, leuk. Nee, toch niet. Omdat ik ziek ben. Ja, ik ben super ziek. Hatsjoe. Oh, dit is verdacht. Blijkbaar ligt hier iemand. Ik zal je temperatuur wel opnemen. Wow. Je bent helemaal niet ziek. Pinocchio liegt keer op keer. Daarom groeit zijn neus steeds weer. Waarom lieg je zoveel? Ik? Ik lieg nooit. Hey, kijk uit. Je neus blijft groeien als je liegt. Nee, dat is niet waar. Ik heb nog nooit een leugen verteld in mijn hele leven. Echt niet. Wauw, kijk hoe hij groeit. Is hij zo lang? Ik zie het zelf niet, maar wel cool. Wat vinden jullie ervan? Voorzichtig! Hij steekt zo ver uit dat alles eraan blijft hangen. Ja, je lijkt wel een kapstok. Hij is zo lang dat je er gewoon overheen kunt lopen. Hey, ga van mijn neus af. Dat is niet leuk. Oh nee, Krik! Krik, het spijt me zo. Dat was niet de bedoeling. Oh, ik denk dat ik vast zit. Je hebt er geen neusje voor. Krik, gaat het met je? Ze zegt dat mijn neus de ingang blokkeert en het daarom donker is en ze niks ziet. Oh, arm ding. Ze is bang. Doe, jullie moeten me helpen en Krik redden. Ha, natuurlijk. En 1, 2 en 3. Krik! Neusalarm! Zie je
wat er gebeurt als je liegt? Leugens brengen alleen maar problemen. En een lange neus die niet stopt met groeien. Nou, eerlijk gezegd had ik best wel een goede reden om zoveel te liegen. Ik wil al een tijdje meedoen aan de hoogspringwedstrijd en dat moet met een lange stok. Nou, dat moet wel een beetje gek zijn om een baby te zien springen met zijn neus. Ik heb gewoon nog nooit een eerste prijs gewonnen en ik wil ook ergens de beste in zijn. Maar waarom zou je daarvoor liegen als je de beste kunt zijn met je poppenspel en je vrienden zijn er dol? Je hebt gelijk. Ik heb mijn vrienden gekwetst door zoveel te liegen. En jullie ook. Ik kan verder leven zonder ooit een wedstrijd te winnen. Maar ik kan niet leven zonder mijn vrienden. Oh, hé! Hey, mijn neus! Kijk, hij zegt de waarheid. Dus je poppenspel gaat nu eindelijk beginnen? Ja, ik kan niet wachten om mijn vrienden te verrassen. Misschien speel ik in het verhaal wel een baby. Wiens neus nooit stopte met groeien. Bedankt, baby's. Storyland Magic Theater! En zo stopte Pinocchio zijn neus met groeien en werd weer normaal. Hij stopte met liegen en speelde voor zijn vrienden een mooi verhaal. Kijk, aliens! Hé, hey, niet liegen of je neus gaat groeien net als Pinocchio. En hier eindigt een geweldig avontuur. Magic tears, een wereld van vriendschap en magische verhalen. Cry babies, Storyland. Klaus, de kleinzoon van de kerstman. Ruthie is nog steeds bezig om haar cadeautjes op te schrijven. Kom op, Ruthie. Even kijken. Ik ben toch niks vergeten? Heb je chocoladeflesjes? Ja, die heb ik opgeschreven. Oké, ik wil er ook eentje. Als ze zo doorgaan, is er straks geen plek meer voor onze cadeautjes. Ik denk niet dat dit gaat lukken. Niet zo sip, baby's. Het wordt misschien krap, maar het beste cadeau is onze vriendschap. Al zou een nieuwe kerstbal leuk zijn. Wat was dat? Geen idee. We gaan op onderzoek. Ja! Kijk het boek! Een koude wind komt uit het boek. We gaan naar Storyland en op onderzoek. Ah. Er was eens lang geleden een baby niet meer zo blij. De vreugde was voorbij. Ah. Wat is er hier aan de hand? Het is een beetje mistig, vind je niet? Een beetje? Het is heel mistig. Ik kan helemaal niks zien. Maar baby's, jullie hoeven niet bang te zijn. Er gebeurt niks. Kom op, ook al zijn we een beetje bang, we moeten verder gaan. Geen zorgen, we vinden hem wel. Huh? Wat fijn dat jullie hier zijn. Wie is die baby? En wat is er aan de hand? Ken je hem niet? Dit is Klaus. En het is zijn eerste jaar dat hij de kerstcadeautjes bij alle baby's moet gaan bezorgen. Maar alles loopt mis door de mist. Onderweg naar hier is hij zijn slee verloren. Maar het ergste moet nog komen. Ren, zijn beste vriend, is verdwenen. En ik begrijp nog steeds niet waarom hij wegging. Wij gaan op zoek naar Ren en beginnen in het zuiden. Willen jullie met Klaus meegaan en zoeken in het noorden? In het noorden? Ja. Oh, ja, natuurlijk. Geen probleem. Het begon allemaal een week geleden. Een hartenstong raasde door Storyland en nam mijn slee mee. Oh, ja, wij bouwden een schuilplaats met Piggy, want de wind was zo sterk. En toen ontstond de mist. Ren en ik zouden de cadeautjes wegbrengen als we wat meer konden zien. Je bedoelt alle cadeautjes voor kerstmis? Mm-hmm. Ik heb het hele jaar geoefend op mijn opa's lach om aan alle baby's te laten horen. Maar zonder Ren kan ik niet meer lachen. Oh nee, waar heb je pijn? Zal ik je een pleister geven? Nee, Dottie. Zijn pijn zit van binnen. Cutie, zie je niet dat Klaus verdrietig is? Lulu, wat ben jij aan het doen? Kom hier! Oh. Die lach komt me bekend voor. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho. Dat is Ren. Het geluid komt daar vandaan. Snel. Ren, hou vol. Geen zorgen. We komen je redden. We komen eraan. De cadeautjes. Ze vallen allemaal. Klaus, wacht. Ik moet de rest pakken, anders krijgen de baby's niks voor kerstmis. Oh, nee. Daar gaan ze. Nee. Ren.
Bruni, we moeten de slee vangen! Stop de tijd! Tijd gaat door! Ja! Jullie hebben de slee! Wow! Wacht, die lach, die slee? Jij bent Klaus, de kleinzoon van de kerstman. Ja, en vergeet Ren niet, mijn beste vriend. Storyland bij Dicteers! En zo hebben de baby's geleerd dat ondanks het koude weer niet de cadeautjes het belangrijkst waren, maar hun vriendschap ook deze keer. Wow! 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 Ah, geen zorgen, Ren. We vinden wel een manier om toch nog alle baby's een cadeautje te geven. Ja, we hebben besloten om zelf iets te geven. Dus er is geen baby in de wereld die vanavond geen cadeautje heeft. Oh. Alle cadeautjes in de slee! Vrolijk kerstfeest, baby's! Vrolijk kerstfeest. Zorg ervoor dat niemand Storyland ooit vergeet en dat ze de sprookjes blijven lezen. En door het te lezen zal het boek nooit vergaan. En blijven herinneringen en sprookjes altijd bestaan. Vrolijke